dat gaat kwaliteit zijn, hè. Maar dat zijn geen goeie. Moet ik in de bijsluiter van Prozac lezen. Van Prozac word je dik, zweterig en impotent. Het voordeel is wel, het kan je geen zak niet meer schelen. Het is altijd vrij raar gevonden dat een medicament waar je impotent van wordt, dat we dat als juist Prozac noemen. Zo'n mopje van de fabrikant. Heb je dat niet? Ja, meneer, ik heb zo de laatste tijd vrij veel moeite om nog een erectie te krijgen. Kunnen jij mij geen pilletje voorschrijven of zo? Zou wij zijn, ventje? Contra kut! Moet dat een keer proberen? En weet je wat de meest spectaculaire bijwerking is van antidepressiva? De meest spectaculaire? Zelfmoordneiging! Dus voor de mensen die niet mee zijn... Voel je goed? Dat wel. Maar je springt toch nog van de brug. Hey. Maar niet zomaar, is zo. Dag! Da-da! Dag! Joepie! Je steekt nog je pols over, maar het is in de vorm van een smiley. Ik wil me niet moeien in meneer Prozac, waar je pilletje maakt om de mensen zich goed te laten voelen. En ze springen als bijwerking van de brug. Dan vind ik persoonlijk dat je nog niet klaar zit. Dat je nog een beetje moet verder zoeken op het recept. Bart, moest hij nu pijl maken en hij ziet in de testfase dat mensen van de brug springen, had dat toch niet op de markt brengen, nee? Nee, hè? Ik vind het, stel dat je het op de markt brengt, vind ik sowieso het niet genoeg door het alleen maar in Times New Roman 2 op de achterkant van een A4 te typen. Het zou kunnen zijn dat je het niet meer ziet, nee. Voilà. Het stond op de bijsluiter. De bijsluiter die gelezen? Ja. Ik denk niet aan depressieve mensen bijsluiters lezen, ze. Ik lees dat zelfs ook nooit. Waarom niet? Als je dat gelezen hebt, zo'n bijsluiter, dan krijg je dat toch nooit meer in die doos? Hey, maar wat is dat eigenlijk, een bijsluiter? Origami voor zieke mensen? Als je nu echt wilt dat een mens dat weet, man, dan hou je dat toch groter type, man. Of ga je van die promospotjes opnemen om zo uit te zenden, vlak na het 7-uur-journaal op VTM? Ook een goed moment om antidepressiva te promoten, denk ik zo. Juist achter het nieuws zo. Goeiedag! Mijn naam is Jan. Vroeger was ik depressief. Maar sinds ik Prozac 420 milligram neem, voel ik me veel beter. Echt waar. Ik ben terug blij. Ik ben terug gelukkig. Ik doe alles wat ik vroeger deed. Ik doe mijn hobby's terug. Ik ga terug gaan werken. En kijk, daar is mijn trein al. Daar, Vlam. En nog zoiets van antidepressiva. Het werkt maar na 4 weken. Je moet 4 weken wachten. Maar wat voor een service is dat nu? Hey, maar Imodium kan hem dat niet permitteren, ze maat. Hey, stel je voor dat echte drugs ook zo traag werkt. Dat je ook 4 weken moet wachten. Zo een beetje saai zijn op Isle of Techno, hè? Zo'n 10.000 man in de Nahar die aan het wachten zijn zo. Voel hij het al? En ik voel er een bal van uit. Dat is hier luide muziek vanavond. En waarom mag hij een roze badpak aan? Ik ben naar huis. Het was 4 weken later op een familiefeestje zo. Hé hey, jongens, hé. Hey. Hé, hey, kom aan, hé. Hey. Kom aan, pompatje, hé. Hey. Kom aan, laat u gaan, vent. Kom aan, pompa. Hé, hey, kom aan, feel the groove. Feel the groove. Kruipt in de muziek, kruipt erin, man. Zet uw tasje koffie aan de kant. Kom aan, pompatje. Kom aan, dansen, ventje. Kom aan. Laat u gaan. Allee, pompa, vent. Laat u een keer gaan, vent. Ik kom toch 4 weken geleden ook niet weten. Dat pompa mag ik doodgaan, is hè? Allee, kom. Hey. Op een bepaald moment vroeg ik, pompa, moet je nog een kroketje hebben? En mijn bomma zei, nee, pompa heeft genoeg. Dat is toch fantastisch?